Welkom, mensen van het internet. Deze keer weer een korte vlog over glaspleister en kras in de zijruit. Je hebt wel eens van die momenten dat je van die kleine smetplekjes hebt waar je eigenlijk continu aan blijft irriteren en je blijft zien, ondanks dat het op zich niet een issue is. Laat ik het zo zeggen. Een bekend deukje in plaatdelen of een kras op je lak. Of het blijft een irritatiepuntje. Zo ook hier een hele dunne, lange kras op de zijruit. Nu is dit een lesauto, dus ik kan me voorstellen dat een instructeur die er dagelijks in zit zich gaat irriteren of ergeren aan die ene kras die in dat glaswerk zit. Nou, nu aan mij de taak om dat er gaan uit te halen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in ieder geval al de windgeleider heb ik er al even uitgehaald. Zodat ik het meest optimale lengte kan halen. Ruit ga ik even schoonmaken, binnenkant en buitenkant. En dan zet ik er even een lamp op om te laten zien waar die zit. Hij zit hier, een hele dunne. En vanaf die afstand kun je hem niet zien. En dan de delen van de auto afplakken. Want het kan soms nog wel eens een beetje spetteren. Dus dat scheelt mij een hoop werk met nazorg van schoonmaken. En zodra dat dan klaar is, dan kan de auto weer terug naar de rijschool. Dus ik ga even de camera oppakken. En dan laat ik je even zien waar de kras exact even zit. Even een lampje erbij pakken. Dan ga ik even kijken of ik hem op kan vinden. Even kijken. Je ziet hem echt letterlijk recht door de lamp heen lopen naar beneden. Kijk, zie je, het is een hele rare wat dat betreft. Hij is niet volledig over de hele ruit. Maar goed, hij zit er wel. En het kan dus inderdaad gewoon een irritatiepuntje zijn. We gaan hem eruit halen. Maar ik ga eerst even het glaswerk schoonmaken en de auto even afplakken. Wat ik al een keer in de eerdere vlog had aangegeven, het polijst wat ik hier gebruik is speciaal voor glas, is niet geschikt voor lak. Deze polijstmiddelen kun je ook niet verkrijgen in de handel als particulier, sowieso niet. Polijstmiddelen die je voor de lak gebruikt, hebben geen waarde op het polijsten van glaswerk. Puur alleen maar misschien om glans erin te krijgen, extra glans, maar niet om schade eruit te halen. Daar heb je andere producten voor nodig om dat te kunnen realiseren. Ondanks dat er nu in dit geval maar één kras in zit die over de volle lengte, bijna over de volle lengte van de ruit heen loopt, moet je toch de hele raam polijsten. Dat geldt hetzelfde eigenlijk ook voor als er een kras zit, moet je eigenlijk ook gewoon de delen waar natuurlijke grenzen aan zitten uitpolijsten. En dat geldt eigenlijk voor glaswerk in een dito. Hij is nog heel lichtjes is hij nog aanwezig. We gaan de goede kant op. Ja, hij is eruit. Top, klaar. Plastic afhalen, raam even schoonmaken en dan kan hij terug naar de rijschool. Ik heb ook aan de binnenkant van de auto, ik zal het even laten zien, een rood lampje neergezet. En dat rode lampje kan ik op zoek naar krassen waar ik tegenlicht heb. En aangezien rood niet verblindt en wit wel, is dit idealer om krassen te detecteren met tegenlicht. Zo, weer even terug in de houder. Oordopjes even uit. En ik zou zeggen, ik ga de boel voor de rest afmaken, schoonmaken en dan kan die terug naar de rijschool. Tot zover. De ruit laten zien.
En eerst weer schoon. Raamspoiler nog even terugzetten. En dan... klaar. Wederom, bedankt voor je belangstelling en tot de volgende keer. Ciao.